welkom aan boord van de Santa Antigonia voor deze spannende boottocht door het eeuwenoude grottencomplex van Costa Rica. Blijf vooral zitten en volg in nood de instructies van de gondelier. Bij het binnengaan van de grotten passeert u eerst een thermische en biosferische sluis. In de grotten zelf kunnen de fossiele gassen een hallucinerend effect op u hebben. Heerlijk. De grotten, verborgen achter een reusachtige jungle, zijn nog maar pas ontdekt. Maar bestaan volgens archeologen al precies 60.000 jaar. Grotten zijn iets heel speciaal. Volgens de geruchten hebben ze nog gediend als schuilplaats voor de Noormannen tijdens de fatale ijswinter in 700. En bevroren er als een frisco op een stokje. Frisco's. In de prehistorie gebruikten reusachtige dieren, zoals de Borstelsaurus, de Rhipsus eruptaurus en de grote Paluton, de grot waarschijnlijk als paringshol. De echo en de tektonische verplaatsingen maakten het voor hen een populaire verzamelplek. De fossielen zouden 's nachts ontwaken op zoek naar een partner, maar komen steeds kaal terug van een reis. Een kale reis dus. Grotten, grotten, grotten. En op het einde protten. Het is me wat spannend. Thank you.